Dat bereik je dus ook als je mensen naar je hoofd ziet. Ja. Dat men ook meer welzijn beleeft, ja. En minder snel zorg nodig heeft. Ja. Dus dat is een gegeven. Dat is ook uit onderzoek gebleken, dat dat zo werkt. En, maar gaan jullie dan ook, tenminste is dan ook het idee daarbij van, want ik zie hier dus als ik zo even... U heeft een prachtig plan voor op het terrein van Indië. En hoe was de reactie van de raadsleden? Nou, de raadsleden zijn zeer geïnteresseerd. Alleen de vraag die steeds terugkomt van hoe kunnen wij daar iets mee doen in de raad? En hoe kunnen we daar een motie van maken? En waar het met ons met name om gaat is dat er meer ruimte komt voor dit soort projecten. Omdat dit eigenlijk eigenlijk project voor de toekomst is. Dus dat was waarschijnlijk voorbeeld. Dat is heel jammer. Ja, waarom die dezelfde partij die anders best wel dat soort dingen in. We zijn in gesprek geweest met de raadsleden en we hebben hun gevraagd om de motie die ze vorig jaar aangenomen hebben, om daar toch het college te vragen om die echt uit te voeren. De raad heeft gevraagd om een ton beschikbaar te stellen voor plattelandsontwikkeling. Daar gebeuren heel veel projecten mee, ook buitenspoor. En om daar ook structureel geld voor te vinden voor 2017 en verder. Wat we nu in de perspectiefnota zien is dat er geen dekking is. En dat het nog maar de vraag is of deze motie uitgevoerd wordt. Dus het heeft niks verteld precies de raad. Van alles dus. Dus waarom zijn wij hier? Ja, we hebben een geweldig plan met de Leemslaag Plas. Waarin wij een heel woest gebied waar alleen maar bomen groeien en slip ligt. En waar niemand iets mee doet en waar verloedering plaatsvindt. Daar willen wij een leuk gebied van maken. Waar mensen kunnen recreëren. Waar ze dingen kunnen beleven. Tussen de dieren tussendoor kunnen lopen. Met de kinderen en de kleinkinderen en zelf ook. Gewoon dichter bij de natuur komen. Hoe is de reactie van de raadsleden? De reactie van de laatste raadleden die zeggen eigenlijk unaniem van dat is een schitterend plan. Echter, de grote vraag is hoe gaan we dat financieren? Oké, okay. Dat was nu niet het project waar je mee komt. Het is wel zo dat als je meer professioneel wordt van wil maken, dat je wel zegt, nou dingen die wij kunnen, die wij niet kunnen, die besteden wel een andere fietsen maken.